Staten en stinsen waren vroeger het symbool van de rijkdom van Friesland. Het zijn de voorlopers van de burchten, kastelen en landgoederen die Nederland tegenwoordig kent. Veel van de prachtige gebouwen zijn verloren gegaan, maar een aantal staten en stinsen is blijven bestaan. Een van de meest indrukwekkende in dit gebied is de Staniastaten. Het landgoed is aan het begin van de 16e eeuw gesticht en dankt zijn naam aan de eerste eigenaar, Jeppe Stania. Na een brand die de residentie volledig vernielde, werd in 1843 een nieuwe staten gebouwd. De tuin werd aangelegd onder leiding van Lucas Pieters Roodbaard, een in die tijd bekende tuinarchitect. Het is een landschapspark geworden met waterpartijen en slingerpaden. Een ander vrij landhuis is de Klinse Stins. Het huidige pand dateert van ongeveer eind 17e eeuw. In die tijd trokken rijke burgers de stad uit om te genieten van het buitenleven. Om het huis nog meer allure te geven, werd in 1834 tuinarchitect Roodbaard gevraagd een park aan te leggen. Het park is openbaar toegankelijk, het huis is momenteel in privébezit.